Hallo allemaal, zoals jullie zien, heb ik een manier gevonden om de kerstboom te laten staan. Het zag er naar uit vanochtend dat het misschien de laatste dag was dat ik hem weer had staan, want de poezen hadden het erop gemunt. Maar voorlopig kan die dus blijven. En ga ik er ook alles aan doen om die zoveel mogelijk in beeld te krijgen. Vandaar dus dat ik mij daar zo mooi voor heb gezet met fijn zonnetje op mij. Ik heb me ook in een soort van voorleesstoel gezet. Ik vond dat dat wel in het thema paste, want ik ga het vandaag over voorlezen hebben. Zaterdag is de voorleesweek, georganiseerd door Iedereen Leest, gestart. Dat is eigenlijk een week die volledig in het teken staat van het belang van voorlezen. Waarom dat je daar best zo vroeg mogelijk mee begint. Waarom dat je daarmee moet verder doen, ook al kan je kindje al zelf lezen. Dit jaar is het thema voorleesouders, maar daar ga ik het niet over hebben, want ik ben zelf geen ouder die voorleest. Maar waar ik het wel over wil hebben, is over het feit dat, ook al zijt je een beetje ouder, zoals ik. Ik ben al in de 20. Dan nog is het altijd heel leuk om voorgelezen te worden. En Bram en ik lezen soms wel aan elkaar voor. Soms kopen we echt een boek omdat ze weten dat het leuk zijn om aan elkaar voor te lezen. En ik heb hier zo vier boeken liggen die we tof vinden om zo aan elkaar voor te lezen. En de eerste daarvan is Toon Telge, Het Verlangen van de Egel. Maar eigenlijk bedoel ik alle boeken van Toon Telge. Is er altijd van die kortere verhalen, meestal zijn dat korte dierenverhalen. Dat is een beetje te veel van het goede als je die allemaal in één ruk achter elkaar aanleest. En het is eigenlijk heel tof om zo iedere avond één of twee in elkaar voor te lezen. Je kunt daar eventueel zotte stemmen bij doen. Dat maakt het extra leuk om er toch een lage bromstem te geven of iets anders. Dus dat is wel altijd, ja, dat vinden we zo heel leuk en ontspannend om dit aan elkaar voor te lezen. Dan dit jaar had ik Fox 8 van George Saunders gekocht. Bram wou die al heel lang hebben. Die had daar heel veel goede reviews over gelezen. En dat gaat eigenlijk over een vosje dat heeft leren schrijven zoals de mensen. Daarom heeft hij dit soort dagboeken kunnen schrijven aan ons mensen. En het is heel leuk om het zelf te lezen, omdat de vos schrijft een beetje alles op zoals dat hij het hoort. Dus het is heel speciaal geschreven. Ook hoe Humans bijvoorbeeld geschreven is geloof ik met een Y. Ik ga proberen eens een pagina te tonen. Je kunt het pauzeren. Er staan ook zo kleine tekeningetjes in. Maar het was echt super grappig. Bram heeft dat helemaal aan mij voorgelezen. Je gaat een thema ontdekken. Bram leest het liefste voor van ons twee. Dus Bram heeft dat helemaal aan mij voorgelezen. Alsof het die kleine vos was. En het is een grappig verhaal. Het is een triest verhaal. Maar het is super leuk. Het is in het Engels. Maar er bestaat ook een Nederlandse versie van. Dus als je niet in het Engels wilt voorgelezen worden, kan je ook de Nederlandse editie lezen. En dan heb ik Hallo Tackle Tom ook gekozen van Bette Westra met illustraties van Noël Smit. Voordat we besloten om twee poezen te adopteren, hebben we heel lang overwogen om een tackle te nemen. Omdat we nogal fan zijn van dat beestje. We vinden het nogal koddig hoe dat loopt en zo. We hebben dan uiteindelijk besloten om het niet te doen, maar toen waren we al heel erg grote fan van Tackle Tom. Het leuke aan het boek is dat er zoveel alliteraties in zitten. Je hebt Tackle Tom, maar je hebt ook Papa Pablo en Papa Pim. Je hebt Mama Moeps. Het is dus heel grappig als dat voorgelezen wordt, zo dat ritme wat in die teksten zit, om dat zo'n beetje te horen. Het is ook super mooi geïllustreerd. Ik zeg altijd dat ik jaloers ben op het interieur. Ook op de outfits van Papa Pablo en Papa Pim. En we hebben nu ook al Tackle Tom pak de bal. Of pak die bal, Tackle Tom. En er gaat er nu in het voorjaar, geloof ik, een nieuwe uitkomen over Tackle Tom die ziek is. Dus ja, dat is ook echt super leuk om te lezen. Ook als je al een beetje ouder bent. En dan als laatste heb ik een klassieker. Namelijk de verhalen van Winnie de Pooh. Ik merk nu wel op dat we een thema hebben, dus dat we heel graag dierenverhalen aan elkaar voorlezen. Zo dierenverhalen, niet te lang. Het is ook gewoon heel leuk om aan die kinderverhalen voor te lezen, want ik lees zo vrij serieuze boeken meestal, of ja, met een zwaar thema, niet altijd, maar wel meestal. En Bram leest heel graag non-fictie. En het is dan leuk om zo tussendoor, het is niet dat we dat allee, elke avond doen, maar dat is zo'n periode dat ze zeggen, oké, nu gaan we dat nog eens doen. En dan is het gewoon leuk om zoiets wat lichter is, waar wel misschien toch meer betekenis in zit als je dat nu leest als volwassene, dan als je een kind werd, om dan nog eens ja, opnieuw te ontdekken en te lezen. En dat heeft zoiets gezellig, om dan zo met de lichtjes aan
Nu gaat hij met een poes op school zijn, dus ik vraag me af hoe goed we dan gaan kunnen lezen, want die gaan er niet mee eens zijn dat dat boek aandacht krijgt en zij niet. Maar ja, dat is heel leuk om nog steeds voorgelezen te worden. Het vreemde is wel, ik vind het niet leuk om naar luisterboeken te luisteren, want dan raak ik mijn aandacht kwijt. Ik heb dat wel echt nodig dat die persoon langs mij zit en het verhaal vertelt. Dus ja, ik wil alleen maar aanraden om deze week misschien samen met je partner of met uw kinderen of als het kan met een neefje, een nichtje, als die in uw bubbel zit, om die eens bij u op school te nemen of naast u te zetten, samen onder een dekentje in bed te kruipen en eens aan elkaar voor te lezen. Als jullie dat doen en je maakt er een foto van, mocht je gerust naar mij opsturen of mij taggen. Ik ga daar dan met heel veel plezier ga ik dan zien dat jullie allemaal aan elkaar aan het voorlezen zijn. Voor meer tips kunnen jullie ook terecht op de site van de Voorleesweek. Daar gaat het bijvoorbeeld ook over voorlezen en mensen met dementie. Dat is ook iets heel belangrijk voor hun om eigenlijk voorgelezen te blijven worden en herinneringen op te halen. Dus als jullie surfen naar voorleesweek.be, dan vinden jullie daar meer info over. En ik zie jullie graag volgende week.